Thank you.
Net de kolibrietjes, hè? Ja. Nou, we zijn net twee kolibrietjes die zo boven zo'n bloemetje staan over te zwemmen. Die zijn flink aan die nectar lopen slurpen. De nectar helemaal vol inspiratie gelijk. Ja. Het is vrij als een vogeltje. Dat moet je in de muziek doen.
Heeft smakelijk, jongen. Thank you.
kan zoveel ingespeeld worden, dus dat is wel leuk. Ik kan me wel helemaal voorstellen dat door de Goorstraat klinkt zo. Schrijft dat door die hele gang van wanden. Dat lijkt me ook wel mooi in een theatertje klinken hoor. Ja, nee, we gaan zo. Ah, je moet natuurlijk even beginnen. We gaan even beginnen. We gaan eerst op straat beginnen, even kijken hoe dat loopt. Even kijken wat mensen op reageren. We gaan ook gewoon overal spelen eventjes. En kijk, ja, we moeten sowieso. Moet ik dan ook zo'n hinderwetvergunning hebben? Je hoeft helemaal geen vergunning meer te hebben. Nee? Sinds die Roemenen hier zijn, hoeft dat niet meer. Nee, dat was daarvoor al, maar ze hebben nu eigenlijk wat je vertelde, dat ze op bepaalde plekken niet meer mogen spelen, weet je wel. Okay. Dat hebben ze ingevoerd. Ah, oké. Okay. Dus bijvoorbeeld op de Beestenmarkt, daar mogen ze dus echt niet meer komen, weet je wel, dat soort plekken. En op het Vestplein mag je ook niet meer spelen, dat is wel jammer. Want die ene gozer, die Junk, weet je wel, met die zonnebril, die zwarte kuif. Ja, die ook altijd met pakken aanloopt. Ja. Die speelde altijd op het Vestplein vroeger. Weet je wel, maar ja, ik vind het waardeloos dat ze nou allerlei plekken hebben aangewezen waar je wel mag spelen dan. Want het zijn maar eigenlijk nog maar heel weinig plaatsen. Mm. Weet je. Nou ja, joh, kijk wel gewoon. Je hebt ook die ene accordeonist, die oeverloze accordeonist. Ik ga met dat petje, ja? Tom, ja. Ja, nou. Die speelt dingen waarvan je denkt, en dan denk je van nee. En dan denk je weer van, dan komt het en dan komt het weer niet. Hij zit een beetje te veel in zichzelf. Ja, ja dat zou best zijn. Maar manier van spelen is gewoon zo. Weet je volgens mij is hij zichzelf aan het leren spelen ook. Hij is naar zichzelf aan het luisteren. Weet je, hij is zijn eigen publiek eigenlijk. Ja. En hij hoopt dat anderen het ook zo vinden klinken als hij het klinkt. Als hij drie liedjes nou van een begin tot een eind kan spelen. Nou, weet je, ik vind het jammer dat hij eigenlijk geen publiekspeler is. Weet je wel? Ik bedoel. Hij kan best spelen. Als we samen spelen, want we hebben heel vaak samen gespeeld op straat, dan hebben we heel veel. Nou, maar dan trek je hem dus uit zijn isolement, zo gezegd. Dan kan hij ook wat extraverter worden, weet je wel. Want, ja, dan hoeft hij ook niet helemaal, we staan ook niet helemaal geconcentreerd op hem te kijken, weet je wel. En ik doe toch meestal wel mijn ding, want speel gewoon mijn liedje, weet je wel. Ik heb het ingestudeerd, dus ik breng het. Nou, hij hoeft eigenlijk alleen maar wat in te vullen, net zoals jij nou doet, weet je wel. Dat kan hij dan ook doen. Natuurlijk. Op een gegeven moment speel je heel vaak en dan leer je gewoon allerlei dingetjes. Ja, precies. Dan ga je waar je wat kan spelen en zo, weet je wel. En dan ontwikkel je op een gegeven moment een soort van samenzang, samen spelen, weet je wel. En ik vind het jammer dat hij dat niet verder wil ontwikkelen, weet je wel. Want hij wil eigenlijk alleen maar zijn eigen ding doen. Dat is jammer, weet je wel. Want met z'n tweeën, als je echt goed klinkt, kan je gewoon ontzettend veel plezier van hebben. Ja, precies. Je plukt mekaars muziek, als het ware. Je stijgt naar een grotere hoogte. Je maakt jezelf oeverloos, want je kan steeds weer naar de anderen luisteren op het moment dat je zelf niet meer hoeft te spelen. Dus ja, dat is gewoon het lekkere van samenspelen. Ja. Ja, nou ja, en ik zeg al, ik ben eigenlijk, ik zoek iemand die gewoon enthousiast is, die gewoon muziek. Gewoon als levensbron ziet gewoon, weet je wel, die gewoon lekker, die vindt om naar muziek te luisteren, lekker vindt om muziek te spelen, en gewoon enthousiast is, weet je wel. Nou, dat is mijn uitgangspunt voor muziek. Het gaat niet om het componeren, het gaat niet om het promoten, het gaat niet om het produceren. Het gaat om het plezier, het diepste van jezelf moet het raken, weet je wel. Ja. Nou, dus wij gaan gewoon spelen en dan beginnen we gewoon stap voor stap steeds verder. Ik bedoel, hoe lang zijn we bezig? Een paar weekjes? Twee weekjes, drie weekjes? Ja, weet je wel. Gaat hartstikke lekker, joh. Maar we moeten gewoon veel spelen. Je bent er morgen ook weer? Even kijken. Morgen, kunnen we ook bij jou spelen? Want mijn moeder die komt logeren. Oké. Okay. En anders zit die knetter vol. Dat is een kamer dingetje. Toch wat voor tijd is het dan? Ja, even kijken, maar morgen onderhoud ik mijn moeder dus, maar dan wordt het donderdag. Ken je dan? Laat zullen we dan afspreken? Even kijken hoor, ik ben om 6 uur klaar met werken, dan moet ik eventjes hier komen en koken en zo, een uurtje of 7:30, 8:00. Nou, dat is goed, ja.
Moet ik even jouw adres hebben? Kruisstraat. Ja? Tegenover Blokker. Ja, ik weet de Kruisstraat wel. Dat nummer. Kruisstraat 43. Met Brian. Dag mam. Wat is dat mam? Nee, ik ben muziek aan het opnemen. Ja. 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 Oké. Okay. Dag mam. Dag mam. Dag mam. Tot morgen. Dag mam. Dag mam. Een hele warme band met je. Ja! Dus een contrast met je vader of zo? Ja. Je vader heb je die ook zo'n band? Kruisstraat nummer 43, zei je? Ja, 43. Thank you.
I think about you, baby. I even cry for you. I'll have the blues. I pray down on my knees. Come back, baby. Please, 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 please. Don't you think I might do myself and scream it from the roof? Just to say it true. Ik zet hem bij donderdag. Ja.